Hallo kleurvriendin, ik heb nog eens een mandala ingekleurd en ik heb dat gedaan met de aquarel Staedtler waterpotloon, dus met watermengbaar kleurpotloon. Het is een kwalitatief potlood en het zijn wel mooie kleuren. Ze slijpen ook mooi, dus ik gebruik hier de Muppet. Slijper. Dat is wel een goeie. Dus. Ik heb hier dan ook nog een gewone, dat is al een oude van in mijn schooltijd. Maar hier heb je dan de color om te slijpen. Dat is voor een hele fijne punt. En dan de twee gewone universele. Maar nu heb ik de Muppet gebruikt en dat was ook wel goed. Ja? Ik heb mijn tekening bijna af. En ik zal nu nog één kleurtje erin verwerken en dan kan ik beginnen met mijn penseel en water kleuren. Uitstrijden bedoel ik. Het is een fijne tekening, dus het zijn geen grote oppervlaktes. Ik heb dan ook niet echt gekozen om kleuren door elkaar te laten vloeien. Het zou toch geen effect hebben. Maar ik ga het nu zo doen. Dus zoals je ziet, ze geven mooi een kleur af. En mijn tekening is af. Die is helemaal ingekleurd. Steek ik mooi terug weg. En nu pak ik mijn borsteltje en een potje water. Maak mijn borsteltje nat. En ik ga mijn kleurtjes mooi laten uitlopen. En zo ga ik helemaal mijn tekening afwerken.